Mijn lab werkt aan een platformtechnologie op basis van DNA, met toepassingen in informatie- en communicatietechnologie en de biologie. We kennen DNA allemaal als drager van onze genetische informatie, maar de laatste jaren blijkt dat we DNA ook kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld dataopslag of bijvoorbeeld de basis van de moleculaire computer die bij middel van DNA berekeningen kan uitvoeren. Zo'n DNA-computer kan onder andere gebruikt worden in de diagnostiek om ziektes te classificeren of kan geïntegreerd worden in een menselijk lichaam voor therapeutische doeleinden. Nou, deze techniek heet DNA-origami en we gebruiken deze DNA-nanostructuur om interacties tussen eiwitten onderling en interacties tussen eiwitten en receptoren op het celmembraan beter te begrijpen. Nou, ik ben vooral gedreven door een hele grote intrinsieke nieuwsgierigheid naar de wereld om me heen. Maar ik wil graag bezig zijn met de unknown unknowns. Ik wil graag bezig zijn met de dingen die ik niet begrijp. Ik wil dat studenten naar mij toe komen van Tom, kijk eens wat we hier hebben gevonden. Dan word ik blij. Binnen de Jonge Academie hoop ik bij te dragen aan discussies rondom onderzoeksfinanciering in Nederland. Dus naar mijn mening is het huidige systeem veel te complex geworden. Met voor heel veel beurzen allerlei randvoorwaarden waar wetenschappers aan moeten voldoen. En ook heel veel controle op wetenschappers. Daarnaast geven wij in Nederland vrij veel geld uit aan publiek-private projecten, waarbij dus de industrie gedeeltelijk bijdraagt. En in de praktijk zijn dat heel vaak toepassingsgerichte onderzoeken, met vrij weinig kans tot echt grote wetenschappelijke doorbraken. We moeten ons heel goed beseffen dat de huidige doorbraken, de huidige technologie die we gebruiken, bijvoorbeeld alle algoritmes in machine learning, CRISPR-Cas, ook de nieuwste generatie antikankermedicijnen die het immuunsysteem activeren, zelfs de zoekmachine van Google, allemaal ontdekt zijn op universiteiten volledig met publiek geld. Ik zou ervoor willen pleiten om een groot gedeelte van het geld wat nu wordt besteed aan publiek-private onderzoek, om dat te gaan gebruiken voor het opstellen van een missiegedreven programma waar wetenschappers interdisciplinair kunnen werken en fundamentele vraagstukken in emergente technologieën zonder inmenging van buitenaf.